Hallo, ik ben Sabine en ik ga het hebben over generatiebewust leidinggeven. Een generatie is een categorie van mensen die geboren zijn in dezelfde periode met gemeenschappelijke eigenschappen die individuele verschillen overstijgen. We zijn met andere woorden een product van de omgeving en de tijdsgeest waarin we opgroeien. De ervaringen die mensen opdoen tussen hun 10 en 25 jaar bepalen voor een groot gedeelte wie ze zijn. Elke 10 à 15 jaar ontstaat er dus een nieuwe generatie mensen die gedeeltelijk dezelfde ervaringen opdoen en zich daardoor meer verbonden voelen met elkaar, op een gelijkaardige manier in het leven staan. De jongste generatie op de werkvloer is generatie Z, ook gekend als Gen Z. Jongeren tussen 24 en 39 behoren tot generatie Y. Ikzelf hoor bij de pragmatische generatie. 55-plussers maken deel uit van generatie X en de babyboomers die zijn nu 68 jaar of ouder. Als we uitzoomen en naar een grote groep kijken, dan zien we de dominante kenmerken van de generatie. Een outsider ziet de algemene patronen. Zoomen we echter in op personen, dan zien we vooral de diversiteit, de verschillen tussen mensen. De algemene kenmerken van onze eigen generatie, die vinden we vanzelfsprekend. Laat ons nu eens uitzoomen en enkele kenmerken vergelijken. Wat waarden en verwachtingen betreft, zien we dat ouderen een sterke werkethiek hebben, loyaal zijn aan de organisatie waarvoor ze werken en belang hechten aan de status en de veiligheid die een job brengt. Jongeren die hebben aandacht voor hun werk- en privébalans, hechten veel belang aan betekenisvol werk in een informele en flexibele werkomgeving en willen graag een comfortabel leven met de nodige vrijheid. Communicatie dan. Oudere werknemers geven de voorkeur aan persoonlijke interactie, jongeren aan digitale communicatie. Qua leerstijl is een traditionele, klassikale leerstijl favoriet bij de oudere werknemers. Jongeren die houden van informeel en online leren. Ook in het omgaan met informatie zien we verschillen. De oudere generaties die verwerven kennis en de jongere generaties die zoeken de informatie op die ze nodig hebben. En hoe zit het dan met leiderschap? Ouderen hechten waarde aan autoriteit en geven de voorkeur aan een hiërarchische bedrijfscultuur. Jongeren die houden van een coachende en participatieve leiderschapsstijl. Waar oudere collega's wat meer tijd nodig hebben om zich aan te passen aan nieuwe technologie, hebben jongeren of de digital natives zijn eerder vaak enthousiast over de mogelijkheden. Al deze kenmerken die gelden als we naar grote groepen van mensen kijken. Er zijn meer verschillen tussen individuele mensen dan dat er generatieverschillen zijn. Tot slot geef ik nog graag 4 manieren mee om de generatiekloof te dichten. Als eerste blijf je vooroordelen de baas. Omarm de verschillen. Elke persoon heeft zijn of haar eigen talenten. Ten derde zorg dat collega's elkaar begrijpen. Zet in op verbindende communicatie. En tot slot laat jongeren en ouderen leren van elkaar. Wil je meer leren over omgaan met generaties op de werkvloer? Check dan zeker onze website. Dank je wel.